Hi. Hoe is het, goed? Ja, goed. Ik heet Tim Al-Naimi. Ik kom uit Syrië, Aleppo. Het ligt in het noorden van Syrië. En ik woon alweer een half jaar in Nederland. En ik ga civiele techniek studeren. Hey, jongen. Ik ben Krijn, student uit Amsterdam. Ik kom ook uit Amsterdam. Ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben 21 jaar oud. En ik doe af en toe een beetje aan hardlopen. En verder een beetje studeren. Een beetje af en toe een feestje. Het is simpel. Ik zou zeggen, het is, hier in Nederland is het ingewikkeld. Alles. Het systeem hier in Nederland is ingewikkeld. Je moet alles in de gaten houden. En hier in Nederland krijg je een beetje... Leef je soms met stress. Je moet alles in de gaten houden. Daar is het wat simpel. En ja, hoe moet ik dat beschrijven? Ja. wat maakt de Nederlandse cultuur zo speciaal? Ik zou willen zeggen tolerantie, maar ik weet niet of ik daar nog zelf nog helemaal achter sta. Ja, in 2011. En zeg maar, je weet zeg maar de crisis en zo, dus het wordt niet meer veilig. Dus, en ik wil studeren, ik wil gewoon doorgaan, ik wil niet zeg maar vechten van een van de kanten. Dus ik dacht, oké, ik moet uit. Nou, ik denk in vergelijking met heel veel andere plekken op de wereld heel chill. Gewoon onderwijs en eten, dus dat is al best wel. De dag die ik een e-mail gekregen heb over mijn toelating en zo, dat was echt een belangrijke dag voor mij. Toen was ik toegelaten tot de opleiding civiele techniek en dat vond ik echt prachtig. Over 5 jaar, even zien, dan ben ik klaar met mijn master. Ja, ik denk als orthopedagoog en werkzaam in een tak van de orthopedagogie, maar verder nog geen idee. En misschien in een ander land, misschien hier. Lijkt me ook wel heel interessant om iets bij te dragen aan een ontwikkelingsland. Maar nog geen goed duidelijk idee over. Ja, hopelijk afgestudeerd. en als een ingenieur geworden. Ja, en ook misschien wel voor, niet voor altijd, denk ik. Maar het lijkt me wel interessant om in elk geval een tijd in een ander land te wonen. En wel langer dan een halfjaartje exchange of zo. Ik denk niet echt aan de toekomst. Maar in principe wil ik hier studeren. En hier ervaring opbouwen. Dan ga ik kijken naar mijn mogelijkheden. Ik sta meestal op rond 7 uur, 8 uur. En dan even douchen, even ontbijten. Dan ga ik naar de uni vaak. Een keer een college of een hoorcollege of een werkcollege. Dat is iets van 2 of 3 keer per week. En dan een beetje studeren, hier ook vaak. Ga ik hier een boekje lezen of een college terugkijken als ik het gemist heb. En dan in de avond vaak werken. Lekker in Nederland blijven. En ja, meestal studeren. Dus ik moet zeg maar wiskunde natuurkunde studeren. En Nederlands. Dus de meeste, en ik kan iets anders doen in mijn vrije tijd. Gewoon uitgaan met vrienden en chillen. Maar meestal studeren. Ik kom niet zo heel vaak mensen tegen in het dagelijks leven van uit het Midden-Oosten. Dus kan ik ook niet echt antwoord op geven, geloof ik. Ja, windmolen, kaas, TU Delft, zulke dingen. Nou, ik heb wel eens dat ik in de tram zit. En dan kijk ik om me heen en dan zit ik wel eens met mensen met hoofddoeken om of inderdaad zo'n typische islamitische baard. En dan denk ik van dit zijn gewoon geen terroristen, zeg maar. Dus dan, zeg maar, zelfs wat je ook meekrijgt in de media, dan denk ik juist van dit,
dit zijn gewoon net zulke mensen als ik. En dan ben ik het juist helemaal niet met dat stereotype eens. Dus, een beetje bullshit. Ik heb gemerkt andersom eigenlijk, dat Nederlanders niet echt veel blowen en smoken. Hey man. Hallo, hallo. Hey Tim. Hey, denk je dat goed bent. Hey, hoe is het? Goed met jou? Ja. Want waar woon je nu? Ik woon dichtbij Amsterdam, dichtbij Zaandam eigenlijk. Oké. Okay. Ja. In een asielzoekerscentrum of? Nee, in een huis. In een appartement. Huis. Appartement. Want ik woon al 2,5 jaar in Nederland. 2,5 jaar, oké. En nee, denk ik. Mm-hmm. Wat voor een huis dan? Gewoon een appartement. Appartement. Met andere mensen wel? Bij mijn ouders. Met jouw ouders? Ja. Oké. Okay. Maar ik ga in september verhuizen naar Delft. Want ik ga daar studeren. Oh, wat ga je studeren? Civiele techniek. Oh, nice. Ja. Heel vet. Ja, dus cool. Ik verhoog me erop. Ja, kan je voorstellen. Ja. Maar woon je zelf in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam, ja. Okay. Ik woon helemaal aan de andere kant, aan het Sleutelpark. Leuk, toch? Ja, ik vind het Amsterdam chill. Echt een mooie stad, denk ik. Ja, is heel chill. Echt, ja, een van de grote verschillen, denk ik, zeg maar, de familie hier in Nederland, de familie daar in Syrië. Ja. Als jij zeg maar, in Syrië bent, dan, dan woon je met jouw familie tot jij getrouwd bent. Snap je? Mm-hmm. Totdat je gaat trouwen. Maar in Nederland, als je 18 bent, zeg maar, ga je meestal echt vaak zeg maar, verhuizen, in jouw eentje wonen. Ja, dat komt door zeg maar, studeren en zo. Moet je naar een andere stad gaan om te studeren en zo. Maar ja, in Syrië gebeurt dat niet echt vaak. Dus dat bedoel ik eigenlijk ermee. Ja, ik denk wel dat het handig is om gewoon te kunnen communiceren. Ja. Maar ik vind het wel lastig om mensen die verplichting op te leggen ofzo. Als je komt, moet je ook de taal spreken. Ja, niet echt moet, maar ja. Maar het is een beetje verplicht, denk ik. Ja? Ja. Ja. Het is zo moeilijk. Ja, kijk, je bent een land, zeg maar, waar jij een vreemde persoon bent. Mm-hmm. Dus je moet een beetje wat doen, zeg maar. Om, ja, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Het is gewoon. Ja, hoe kan je, zeg maar, hoe kan je leven, zeg maar? Hoe kan je, zeg maar, leven in, hier in Nederland als je de taal niet spreekt? Ja, dat is wel. Dus voor belasting, zeg maar, als je met de trein gaat, of ja, maakt niet uit, ja. Dus echt voor alles. En heb je van een plan, zeg maar, om buiten Nederland te werken? Of Nederland? Ja, het lijkt me wel heel interessant om wat meer buiten Nederland te komen. Ja, ik ben dus tot nu toe nog niet zo ver, ik ben alleen nog maar buiten Europa geweest. Of niet eens buiten Europa geweest, zeg maar het lijkt me wel heel interessant om gewoon wat meer van de wereld te zien. Ja, dat is toch chill. Ja. Ook van andere culturen zien en van ja, andere precies. Mensen leren. Ja. Ja, dus de Arabieren zijn, tenminste Syriërs zijn niet, in het algemeen zijn niet echt direct. Of tenminste niet even direct als Nederlander. Mm-hmm. Dus ik heb dat geleerd eigenlijk hier in Nederland. Je moet gewoon direct zijn. Yeah, yeah. Ja, maar niet, ook niet te direct. Kun je een voorbeeld geven? Ja. Als je iets niet leuks vindt, dan moet je dat zeggen. En in Syrië zeg je? Ja, dan zeg ik bijvoorbeeld bij het eten, zeg maar, als je uitgenodigd wordt en het eten was niet lekker. Dat zeggen wij niet altijd, dat het niet lekker is. Maar bijvoorbeeld, snap je? Maar, ja. Hier in Nederland zeg ja, lekker, maar het kan. Ja, ik weet niet. Ja. Ik ben direct qua eten bijvoorbeeld. Speelt het nu nog een grote rol in jouw leven, de oorlog daar? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Het is. De oorlog zeg maar, is de oorzaak waarom ik hier ben. Ja, ja precies. Dus, het blijft gewoon met jou. Het blijft altijd bij jou, zeg maar. En zo. Ja. Maar gelukkig heb ik. Gelukkig heb ik niemand zeg maar, verloren, een van mijn vrienden of mijn familie. Maar ik ken nog mensen zeg maar, die andere mensen hebben verloren, snap je? Mm. Dus ja. Is wel gevoelig voor hun. Heftig, ja. Ja, inderdaad. Wat vind je van het Nederlandse eten? No comment. Standpunt. No comment.